Ze kan vandaag helaas niet komen, want ze wordt weer geopereerd. Nee, ik krijg een borstreconstructie. Oké. Hoi hoi! Leuk dat je weer naar mijn vlog kijkt. Ik sta op dit moment bij het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. En daar is tevens het brandwondencentrum gevestigd. Ja, als meisje van 10 werd ik hier opgenomen. Dat is inmiddels al 28 jaar geleden. Ja, ik ben hier wel heel erg vaak nog terug geweest voor hersteloperaties. Inmiddels 42 keer. En op dit moment ga ik naar Tessa. En Tessa is mijn stagiair bij de Vereniging van Mensen met Brandwonden. En Tessa kan vandaag helaas niet komen, want ze wordt weer geopereerd. Dus ik ga haar eventjes succes wensen. Ga mee? Dat is niet niks, al die operaties weer. Dus ja, dat is wel fijn als er iemand dan toch eventjes succes komt zeggen, toch? Kijk, als het goed is moet ze hier zitten. Yes. Hoi Tessa. Hey. Hoi hoi. Wil jij misschien vertellen wat er jou is overkomen? Toen ik 8,5 was, ben ik verbrand door heet water. Toen ben ik hier een maand lang behandeld in het ziekenhuis en ben toen ook 2 operaties ondergaan. Afgelopen maart heb ik een operatie gehad en nu zal ik mijn 4e hersteloperatie hebben. Oké, jeetje. En wat gebeurde er precies? De waterkoker viel over me heen. En toen heb ik op mijn hele linkerarm, mijn borst en mijn buik en mijn linkerbovenbeen heb ik brandwonden opgelopen. Oké, jeetje. En het is nog steeds goed te zien? Ja. Oké. En nu gaan ze er iets aan doen om het minder zichtbaar te maken? Of? Nee, ik krijg een borstreconstructie. Oké. Zie je er echt tegenop? Ja, nou, ik kijk er niet echt naar uit, maar ik ben wel blij als het eindelijk achter de rug is en ik weer gewoon lekker door kan leven. Ja, precies. Heel erg veel sterkte, Tessa. Dankjewel. Vandaag. En zet hem op. En ik kom straks nog eventjes bij je kijken hoe het is gegaan. Oké? Tot ziens. Doei doei. Zoals ik net vertelde heb ik dus echt heel erg veel operaties gehad. Ze hebben onder andere hebben ze een reepje huid weggehaald. En hier op mijn voorhoofd neergezet zodat ik weer wenkbrauwen heb. Dus die groeien. En die moet ik echt heel erg vaak bijknippen. Want anders krijg ik van die lange haren en kan ik leuke vlechtjes zo erin leggen. Maar verder, mijn neus, om het, mijn gezicht weer wat gladder te maken, een liplijn. Nou ja, dan nog maar niet te spreken over de littekens op mijn wenen, mijn buik, mijn arm. Ja, je bent er wel even zoet mee als je brandwonden hebt. Dus nou ja, hopen dat je dat nooit overkomt. Hoi Tessa, hoi Marjorie. Ja, ik sta nu bij jou in het ziekenhuis. Ja, ik hoorde het net, je mocht al lekker naar huis. Nou, super. Hoe voel je? Ja. Oké. Okay. Nou, rust lekker uit thuis. Ik heb een mooie ballon voor je, maar die hou je nog te goed. Hij komt wel. Ja, heel veel sterkte, hè? Hij komt wel. Doei, doei. Nou, in ieder geval fijn voor Tessa dat ze lekker naar huis mocht. Wat ik me in ieder geval kan herinneren is dat het gewoon me echt nooit went. Gewoon al die operaties. Ja, dus vandaar had ik het wel leuk gevonden om haar eventjes wat leuks te brengen. Maar, nou. Je houdt ze nog te goed.